Maar dat is awkward. Echt lekker ontbijten, maar dat durf ik dan weer niet echt. Ik vind de kleur echt amazing. Het is een sweater dress. Ik ben gewoon echt niet zo bang op de weg. We hebben nu een kwartet gemaakt in de stijl van Keith Haring. Want dit is niet met komkommer en tomaten zo. Ja, spel. Mag ik een stukje van je brood? Ja hoor. Ik heb nu een. Oh. Weet je wat ik daar nu inmiddels aan uitgegeven heb? Heel veel, hè? Verschrikkelijk. 23 februari op een zaterdag zal ik met Comme in salon en haar staan. Om haar aan te hangen. Gewoon helemaal zelf. Allemaal verschillende soorten mandjes. Groot. Ik had een enorme bom gekregen ook echt. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb jullie helemaal geen welkom gegeten. Het is al 6:30 maandag. Ik wilde nog de weekvlog openen met mijn leuke outfit. Want ik zag er vet leuk uit. Maar nu ben ik echt heel erg moe. Het valt trouwens mee, maar ik zie het aan mijn gezicht. Ik ben even bij de Action geweest. Het was echt niet te doen om alles te tillen. Maar het is me gelukt. En allemaal dingen voor de webshop. En vroeger vergat ik dus die bonnetjes in de... Oh, het staat hier helemaal vast. Nee. Wat is hier gaande? Ik zag iemand naar boven rennen. Hele rijpe mensen die eruit wil. Oh, dat is altijd mijn grootste nachtmerrie. En wat doe je dan? Dan kan je gewoon niet weg. Ja, je kan natuurlijk lopen. Wat zou er aan de hand zijn, wat denken jullie? Ik heb nog een ladekast gekocht. Manden, map, perforator. Ik ga het straks wel even zien. Maar ik merk als ik dus aan mijn weekvlog aan het editen ben. En ik laat dus dat soort shoplogs en vlogs zien. Dat ik het zo saai vind dat ik dus afhaak. Daarom is mijn weekvlog van die ik nu ga editen voor morgen ook te laat. Omdat ik daar gewoon 20 minuten lang een unboxing aan doen was. En dat is zo saai. Nou, ik blijf hier maar even zitten. Want het staat dus helemaal vast. Oké. Goedemorgen jongens, ik had vandaag even niet zo lekker opstart. Ik was even met andere dingen bezig, waardoor ik een beetje stress had. Niet mijn werk, andere dingen, zoals de belasting en zo. En dat je dan ineens denkt, oh, ik moet gewoon opschieten en me aankleden naar mijn werk. En toen was ik een beetje laat en ik ben tegenwoordig natuurlijk op tijd, dus in die zin laat. Niet te laat gelukkig, daar ben ik dan nooit geweest. Maar later dan ik wilde. En toen wilde ik mijn auto gaan krabben en dat was echt zo'n... irritante ijs, weet je, dat er heeft geregend en dan heel steeds een heel dun laagje bevriest. Dus ik kreeg het er gewoon niet af, dus ik raakte een beetje in de stress. Dus heb ik in de beginnenstak, krijg ik mijn lerarenbegeleidster op bezoek, die komt mijn les beoordelen, zeg maar. En morgen komt mijn directrice me beoordelen. Dus ja, ik ga nu nog eventjes wat dingetjes doen en dan is dat de dag. Ik ben eigenlijk ontzettend moe, maar vanavond ga ik even goed slapen, hoop ik. Doei! Zo jongens, goedemorgen. Vet raar, ik was net... Ik ben trouwens vet blij, want Bolly... Had ik dat verteld, ik leer Bolly dus... En nu kan hij het dus. Hij was helemaal doorgedraaid. Hij was gewoon echt 20 minuten lang alleen maar... Echt gewoon zo vaak aan het doen. Mag ik eerst? Ja, ik mag eerst even. Hallo. Ik film alleen soms even op rustige stukjes, kan prima. Het is rustig joh. Maar dat te hebben gezegd, ik hou gewoon echt zielsveel van het beest. Ik weet niet of ik dat al heel vaak heb verteld, maar echt zielsziel. Hij luistert zo goed, het is zo'n schatje. Soms is hij een beetje brutaal, dat is ook zo schattig. Dan zit hij weer lekker in zijn kooitje en als ik dan thuis kom is hij zo blij. Wow, vrachtwagen, ik hou vrachtwagen als hij over de witte streep rijdt. In ieder geval, we schrokken echt, want we hoorden het boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Gewoon keihard gebonk op de deur. Een paar keer, echt 10 minuten later weer. Toen heb ik net mijn huis uit. Toen zag ik dat beneden bij mijn huis stonden echt 20 mensen. En ook politie. Alsof er een soort van iemand, alsof ze in een huis proberen te komen van iemand. En dan heb ik meteen allemaal filmscenario's van, oh, iemand heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. En ze proberen nu snel het huis in te breken. Of iemand is ontvoerd, of weet ik het. Maar stond een politieauto en allemaal politiemannen. Hé, hey, je moet niet vergeten dat je auto naar achter rijdt, vriend. Zo, waar hebben we het tegen me? Allemaal mensen eromheen. Nou, wel even doorrijden nu. Daar heb ik geen zin in. Daar hou ik echt niet van. Jeetje, als je zo iemand voor je hebt die gewoon niet kan rijden, kan er... Nou. Oké, ik heb iemand voor me die 40 gaat rijden. Ja, dit heb ik even geen zin in. Je uitlaat rookt, ik was een zieke. In ieder geval, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Dus ik ga straks eens mijn adres googlen of er iets op staat. En dan wil ik echt weten. Het is echt recht onder mijn huis. Zo heb ik dus mijn beoordeling van de directrice. Dus ze komt gewoon in mijn klas kijken. Maar ik ben normaal altijd, denk ik, zenuwachtig. En denk ik, oh, het moet heel leuk zijn. En dan denk ik altijd de dag van tevoren, ja, weet je, het is gewoon
Ik zei vroeger ook tegen haar vorig jaar, kom maar gewoon binnen, weet je. Want ik hou er niet van om een soort van nep extra leuke lessen te doen. Ik wil gewoon het doen zoals ik het doe. En dat ga ik nu ook gewoon doen. Dus eigenlijk ben ik helemaal niet meer nerveus of iets. Ik ga het niet anders doen dan dat ik het normaal doe. En dan is het sowieso gewoon helemaal prima. Dus ik ben benieuwd. Morgen weer lekker vrij. Morgen ga ik alleen naar een event met Lotte. Ik dacht ik vlog nog eventjes, want ik heb weinig gevlogd volgens mij. En dit is alleen maar rechtdoor rijden, dat is zo chill. Pas in de avond van kliniek. En daarvoor zijn mijn moeders uit ook en Linda en zo en vriendinnen. Van doe even chill. Ga morgen gewoon even wat ordertjes maken en even relaxen, want je bent echt moe. En het gaat nu wel prima hoor. Ik was dus mijn week vlog aan het editen gisteren. Van dus de week daarvoor nog. Maar wat een zeurvlog. Alleen maar hoe moe ik ben en zo. En van die hele langdradige beelden met shoplogs. En ik werd er zo moe van. Het duurde meer dan een uur. Ik dacht, ja, ik ga hem weer niet online zetten. Want ik ga dit niet uploaden nu. Het is gewoon veel te saai. Dus ik moet vanavond echt even ervoor gaan zitten. Om er echt heel veel uit te gaan knippen. Ik denk echt heel veel eruit te knippen. Want dit is echt too much. Een uur, maar echt niet aan boeiende dingen, weet je wel. Heel veel dubbele dingen en zo. Dus ja. Het is echt geen leuke weekvlog, vind ik, voor het eerst, die vlog. Ik vind hem gewoon echt niet leuk. Dan heb ik ook zo geen zin om hem te editen. En ik ben dus nu al meer dan een week te laat. Het is echt niet leuk. Maar goed. Ja. Ik voel me wel prima vandaag. Ik heb weer mijn blauwe trui. Want ik word dus vrolijk van deze kleur. Niet normaal. Ik vind het leuk dat ik straks weer een scrunchie als knotje op mijn hoofd doen. Dat vind ik heel leuk staan. En dan heb je altijd, als je dan in de spiegel kijkt, voel je ook weer lekker een beetje pittig en wakker en zo. Oké, ik moet nu naar de rotonde. Doei! Hoi jongens, het is bijna 5 uur en ik ben niet gaan sporten weer tijdens werken, omdat ik te veel te doen had. En ik ben dus echt even helemaal op, dus ik dacht ik ga niet. En toen stapte ik net in de auto en ik zag een collega die ging sporten. En toen dacht ik heb mijn spullen hier, weet je, ik ga gewoon. Als het niet gaat, ga ik wel weer gewoon weg. Maar ik weet zeker dat even dat 20 minuten lopen me goed gaat doen. Dus het kan zo ook wel gaan sneeuwen. Maar ik ga nu even sporten. Sorry voor al die verhalen over hoe moe ik ben en zo. Maar dat is soms eventjes zo. En wat wel heel leuk is dat er iets op mijn werk bezorgd is. Wat ik hier heb laten bezorgen. Wat ik nooit doe. Maar ze waren al 2 keer gekomen. En als ik er niet was, zou het bij Schiphol worden gebracht. Dat vond ik een beetje ver. Ik heb weer een bril van Firmo gekregen. Voor het eerst sinds heel lang. Heel vaak als ik een vraag krijg, waar is je bril van? Ik moet ook naar de zonnebank trouwens. Maar ik ga dat denk ik nu niet doen. Dan is hij dus van Firmo. Het zijn in principe hele simpele brillen, maar het zijn gewoon hele chille montuurtjes en ik draag ze heel graag. En ik ben geen fulltime brillendrager. En ik ga altijd voor de wide monturen, dus de breedste. Maar die vond ik dit keer niet zo leuk, dus ik ging voor de middelste. En volgens mij staat die dus. Ik vond dit zo'n fantastisch montuur. Lot heeft ook dus zo'n soort bril, die vond ik zo geweldig. Hij heeft dus een beetje hele lichte hoeken erin. We gaan kijken hoe het staat. Daar is een collega. Ik vind het altijd awkward. Ja, volgens mij staat hij wel. Ik zie er niet op zijn best uit, maar ik kan nu niet zien. Ik heb lenzen en een bril nu. Volgens mij staat het montuurtje me wel. Lijkt mijn hoofd er niet echt dikker door. Leuk. En ik vind hem echt zo mooi, want hij is dus goud. Ik ben er heel blij mee. Ik ga hem vanavond al eventjes opzetten thuis. Ga ik nu even snel naar de sportschool. Ik was even met Lotje aan het appen. Oh my god, jongens. Oh. Ik deelde tegenwoordig heel veel op Insta-story en helemaal niet in mijn vlog. Ik was naar de zonnebank geweest. Oepsie. Wolly. Het is al 12 uur, we moeten slapen. Je bent pas 2 maanden of zo, je moet naar bed. Hallo? Je moet al lang naar bed. Wolly. Hallo jongens, het is vandaag donderdag. Ik ben wit en ik heb een beetje onderkin. Maar ik ben weer 0,4 afgevallen. En ik ben in totaal 2,5 kilo kwijt. En dat is echt niet veel. Maar wow, ik merk verschil aan mezelf ook met het sporten. Dit is trouwens een nieuwe bril. Ik denk dat deze wel leuker staat juist met een make-up look. Maar hij is echt heel erg onopvallend. Dus ik vind hem echt super leuk. Ik heb heel veel honger. Ik ga snel eten. Had ik verteld dat ik een dek met mijn moeder had gekregen? Oh, ik vond het best leuk aan die bril eigenlijk vergelijk met dit. Ik heb eigenlijk niet gezweet. Ik heb wel ontzettend slecht geslapen qua mijn rug. Ken je dat als je hier drukt, dat het echt zoveel pijn doet? Het is helemaal vast. Doei! Heel keurig van alles zitten afwegen.
Heel netjes. Ik zal het even aan jullie laten zien. Oeps. 400 calorieën voor het ontbijt. Heel veel, maar dat doe ik normaal dus niet. Maar ik heb echt iets van, ik ben vrij. Ik heb ontbijt en lunch in één en ik wil echt lekker ontbijten. Maar dat durf ik dan weer niet echt, om echt heel lekker te ontbijten. Dus dan maak ik maar het gezonde lekker. Nou, hier heb ik alles precies afgewogen. Nou, dat zit nu allemaal in dit bakje. Echt heel netjes gedaan. Best wel veel nu uiteindelijk. En dan ga ik ervan genieten met een kopje koffie. Jawel. Hi. Hallo jongens, kijk hoeveel truien. Ik heb, omdat het allemaal zo populair is, best wel veel ingekocht. Omdat ik bang ben dat ik gewoon steeds teleurgesteld weer word door de leveranciers dat het er niet meer is. Dus ik ben bezig met orders. Dit moet ik even allemaal wegen, want de weegschaal stond beneden. En ik was alleen maar om te pakken. Ik kom net van beneden, maar ik was het vergeten. Deze hele mand zit alweer vol met allemaal pakketjes en grote pakketten. En met deze. Die vindt het helemaal leuk. Die zat net hele hier in een envelop als een soort van huisje. Hé, schat. Heb ik de kleren eigenlijk wel goed laten zien? Ik weet niet eens. Deze was ik nu mee bezig voor Saar. Sarah had dat besteld, dus ik zit eventjes te kijken wat ik er nog bij doe. En kijk. Dit zijn dus de Bonjour truien. Raspberry, grijs, kikkergroen en geel. En dan hebben we dus de Wild Baby, geloof ik. In deze. En nu ook twee erbij gekocht in deze kleur. En Hello Winter. Oh nee, dit is niet Hello Winter. Bonbon trui. In deze kleurtjes. En deze is echt mijn favel, denk ik. Of die. Deze stond Lot heel leuk. Ook bonbon. En dan hebben we Hello Winter in deze kleur. En deze nieuwe, die vind ik wel echt amazing. En trouwens, ze jeuken niet. Ik ben dus ook iemand die geen kleren bestelt waar wol in zit. Bijvoorbeeld bij Chiquelle jeukt het altijd heel erg. Maar nu was ik dus in de winkel en ik ging kijken en ik dacht, oh, er zit wol in. Maar het jeukt helemaal niet. En Lynn en Lotte vroeg ik het ook nog even. Die zeiden ook, nee, het jeukt echt niet. Dus ik hoorde ook van de leverancier dat ze vaak wol gebruiken om een beetje de truien wat luxer en steviger te maken. Maar als het een goede samenstelling is, dan jeukt het helemaal niet. Dus dit jeukt niet. En bijvoorbeeld deze voel je wel. Deze truien die we al een tijdje hebben. En deze is net nieuw binnengekomen. Ik vind de kleur echt amazing. Het is een sweater dress. En deze heeft dus ook wol, maar deze is echt mega zacht. En dit is sowieso geen wol, ook echt heel lekker. En ja, het gaat allemaal heel hard. Dus ik ga nog eventjes door, dan ga ik lekker op tijd slapen. Hallo jongens. Goedemorgen. Ik wou even iets zeggen. Ik had gisteren op Instagram geplaatst. Of iemand een beurs weet, of een pop-up store, of wat dan ook. Want het lijkt me heel leuk om daar een keer met Comoa te staan. En toen kreeg ik dus, net voor ik naar bed ging, altijd stom, altijd net voor ik ga slapen. Dan word je weer helemaal druk, want ik ging juist op tijd naar bed. Maar goed. Een berichtje van een haarsalon. Haarsalon in Spijkenisse, het is wel echt heel ver. Het is al verder dan Rotterdam. Al bijna richting Zeeland, geloof ik. Maar die heeft een salon in het midden van, die heeft een salon in het centrum van Spijkenisse. En die wil altijd al een keer, ze wil sowieso überhaupt misschien wel sieraden en zo in haar winkel aanbieden. In haar salon, voor haar klanten, dit en dat. Dus dat wilde ze sowieso überhaupt al. En we gaan nu dus een dagje proberen dat ik daar dus gewoon naartoe kom. Super leuk. Dus ik denk, ik zeg het vast eventjes, dan weet u dat vast. Het wordt als goed in de voorjaarsvakantie. Mijn voorjaarsvakantie begint zaterdag 16, dus in die week daarna. Dan op, denk ik op een maandag, deze woensdag, donderdag of vrijdag. En het lijkt me dan, zullen helemaal nadenken wat voor leuke actie we dan kunnen doen. En misschien helemaal zo'n beauty gevoel met, ze doen ook wenkbrauwen en misschien make-up en zo. En nieuwe kleding, nieuwe sieraden bij mij. En dat we een mooie foto maken of iets. En ja, sowieso is dat een moment. Ik heb natuurlijk nooit een meeting gehad of zo. Maar mensen die willen zeggen van, ga je ooit eens een meeting doen, weet je wel? Nou, het is natuurlijk voor sommigen echt wel een tien puur. Maar ik weet dat ik ook wel veel mensen bijvoorbeeld uit het zuiden heb. En misschien is het voor die mensen wel. Maar ik wil ver naar links. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Laat maar weten of jij daar in de buurt woont. Dat je überhaupt niet in de buurt woont. Iets hebt van, ja, ik zou echt wel willen komen. Lijkt me ook heel leuk om er nou voor te zorgen dat ik dan net daarvoor weer wat nieuwe dingen heb ingekocht. Waardoor ik dan weer wat nieuwe collectie dingetjes lanceer. Die dan pas de dag erna of zo op de website komen. En dat iedereen dan een preview heeft die langskomt. Het lijkt me echt super leuk. Dus ja.
er zin in. Nu ga ik even door en dan ga ik lekker werken. Zo, jongens, weten jullie nog het verhaal van toen ik slipte? Laatst dat ik helemaal in shock was. Sinds die rijd ik echt wel wat voorzichtig hoor. Ik ben gewoon echt niet zo bang op de weg. En ik vind dat zelf ook wel fijn. Ik vind mensen die heel angstig rijden eigenlijk altijd wel gevaarlijk. Maar ik let echt op hoe hard ik rijd. Maar ik reed mij eruit. Ik reed 15. En ik merkte dat de remmen gewoon het soort van niet deden. Dus ook dacht ik al, oh, oké. Voorzichtig rijden. En ik heb dus geen winterbanden. Maar een collega net zei van ja, heel veel verschil heeft dat is het volgens mij niet. En toen reed ik zo bij de kruispunt. Ik reed 30 denk ik of zo. En motor ging weer helemaal zo. Dat ik dacht, wow, oké, ik ga eventjes als een oma rijden. Want dit is een beetje eng. Maar ik heb wel liever sneeuw dan ijs op mijn ramen, zeg. Want ik ging gewoon met mijn jas die ik daarna uit heb gedaan. Want hij was natuurlijk anders zei ik nat. Alles er zo afvegen. Dat is wel echt chiller dan ijskrabben. Ja, nu ga ik havermout eten en mijn bord klaarmaken. We zijn thematijd aan het doen. En we hadden dus kunstweken thema Keith Haring, de kunstenaar. En we hebben nu een kwartet gemaakt in de stijl van Keith Haring. En daar zijn ze nu mee aan het spelen. Echt super leuk. We hebben dus ook memory gemaakt. Kijk, dus van elke hadden ze er één gemaakt en die heb ik gekopieerd. En die heb ik dus gelamineerd en nu moeten ze dus steeds dezelfde zoeken. Echt super cute. Oké, de school is uit. Ik ben wel een beetje moe, maar ik ga sporten. Weer, yes, go. Hallo jongens, ik heb er even al mijn vrijdagorders weggebracht. Heerlijk gevoel altijd. Ik vind het zo fijn als mensen het zaterdag binnen hebben, niet pas dinsdag. En ik heb bij de Turk en Wees weer zo'n bakje Griekse salade gehaald. En het is echt een slechte. Want dit is niet met komkommer en tomaten zo. Maar gewoon puur lekkere dingen. Wel paprika, maar dan vetten en olijven. En het is heel lastig in te voeren, maar ik voer het wel gewoon altijd dan liever erger in dan het is. De laatste tijd merk ik dat ik heel veel stories plaats en zo. En een soort leuke random vlogbeelden niet meer in mijn vlog heb. Omdat ik gewoon dan, het heel veel werk is om dan mijn camera te pakken en zo, weet je wel. Maar ik heb dus nu weer best wel leuke dingetjes geplaatst. Hallo, geloof het of niet, maar er staat een nieuwe weekvlog online. 2 weken te laat, hey! Even voor mensen die me niet volgen, dat je een beetje weet wat ik dan allemaal plaats op een dag. Nou, Bolly. Oh my god. Kijk, hiervoor ga je niet steeds je camera pakken voor dit soort beelden. Het is zo gênant. Wil ik gaan sporten, ben ik dus mijn sportschoenen vergeten. En ik heb vandaag UX aan. Ik vind het echt heel awkward om hier door de sportschool te lopen. 62% zou niet gaan sporten op zijn UX. Nou, hele verhalen. Ja. Hoe rood kan iemand zijn? Allemaal verhalen. Dus dat is wel leuk als je me op Insta volgt. Morgen komt mijn opa naar me toe. Dan gaan we even samen lunchen, volgens mij zonder mijn oma. Ik had eigenlijk dus niks gepland, maar dat kan wel even. Dat is gewoon echt naast mijn huis. Veel dicht bij mijn huis. Op loopafstand. En dan zondag ga ik met Jimmy en Shanna lunchen. En daarna naar mijn ouders. Dus ik merk, dat zijn de vooruitzichten voor het weekend. Ik merk dat ik soms helemaal denk dat ik het verteld heb. En dan edit ik mijn vlog. En dan ben ik ineens op een event dat iedereen echt denkt, huh? Maar goed, ik ga nu naar huis. Doei. Oh, zo lief. Wat denk je, schat? Ze heeft me betrapt met een kerel in onze bin. Naar een tijd. Pas op, dat je niet valt. Lieve naam, lieve leven. Wat zullen we doen? Ik heb Zoe heel veel geschreven, maar nooit enige reactie. Nee, je gaat nu weer vallen. Dat gaan we niet doen. Hi. Ik had ervoor kunnen kiezen om te chillen, maar ik heb ineens keelpijn en er stress ik een beetje over. Dat wou ik niet zeggen, maar ik heb ervoor gekozen om een weekvlog te editen. Puur omdat ik er nu zin in had. Het is zoveel leuker om te editen. Oh, shit, zin in had. Auw. En toen dacht ik omdat ik Lots weekvlog zag. En daar vond ik echt dat er weinig beelden in zaten. En toen dacht ik, ik ga eens kijken hoeveel beelden ik eigenlijk heb. Maar toen was ik aan het editen en nu is hij klaar. En ik heb niet heel erg gechilled, maar ik heb wel de voice gek ondertussen. Echt kles met vriendinnen en ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik hoop dat dit morgen weg is. Ik voel helemaal opgezette klieren, joh. Hey, schat. Wij zijn echt de hele avond aan het knuffelen. En hij was zo schattig aan het doen. Ik heb het weer op Insta gezet. Hij werd helemaal dol doordat hij zichzelf hoorde en zag op beeld. Ik ga slapen bijna, jongens. Adieu. Goedemorgen, jongens. Ik ben heel moe. Echt eventjes heel moe. Wow, dat ik echt wil slapen, maar opa komt zo. Ik ging vanochtend weer even op mijn telefoon berichten antwoorden. Toen was ik alweer heel lang wakker. Vanavond vroeg naar bed. Maar echt eventjes dat ik echt denk, hoe ga ik het overleven? Lekker mijn haar gewassen.
Ik ben heel erg blij, want ik weet niet of ik het nou al had verteld. Ik heb voor even een glasje water voor deze kleine bol. Een lagere, zodat hij er niet in kan jumpen. Oh, ik smelt. Hi. Ik vertel het later. Ik weet niet of ik het al verteld over dat ik dus in die salon eens bij Kenisse ga staan. Oh, maar ik ben zo excited. Ik vind het zo geweldig. Ik wil dus echt, sinds ik een shop heb, wil ik echt super graag een winkel. Maar dat is gewoon niet te doen. Maar dit is echt wel geweldig. Gewoon. Bolly, je bent zo vet. Hi. Gelukkig zijn er heel veel mensen die jou ook heel lief vinden. Iedereen vraagt zich af hoe deze vogel zo geweldig kan zijn. Nou, ik ben echt opgegroeid met parkieten. Mijn moeder heeft altijd, ze heeft een klein foyerretje en dan zo ook soms babytjes. En wij weten gewoon allebei heel goed hoe we vogelstam moeten maken. Dus deze bol heeft al een maand bij mijn moeder geleefd voordat ik hier ging wonen. En zij heeft hem echt handtam gemaakt. En ik weet ook gewoon heel goed hoe ik ermee om moet gaan. Om ze tam te houden dus. Maar deze moet ik zeggen is ook wel... Wil ik even verdraaien, want ik wil je zien. Hi. Deze is ook wel echt geen hoor. Dit beestje is echt gestoord geweldig. Dat is echt niet normaal. Laat alsjeblieft weten of je smelt nu je dit ziet. En ook als je niet smelt. Ik kan het zo niet begrijpen. Zelfs Linda houdt niet eens zo heel erg veel van dieren. Maar die zegt echt, ik wil echt Bolly. Hij is echt het perfecte huisdier. Sommige mensen zeggen dus dat het een vrouwtje is. Maar mijn moeder zegt dat het een mannetje is. Dus ik snap er niks meer van. Hallo jongens, ik zit hier met opa. Lekker te eten. En dit is dus heel anders dan vorige keer. Het ziet er veel lekkerder uit. Het ziet er mooi uit. Het is een mooi broodje. Ja, speldbroodje. Mag ik een stukje van je brood? Ja hoor. Want ik heb nu nog. Oh, heerlijk brood. Lekker. En opa heeft erwtensoep. Dit vind ik echt een genot. Nou, top. Het ziet er heel lekker uit. Even proeven. Proef maar even. Ja? Zalig. Ah, dat kan ik de hele dag wel eten. Opa gaat weer vandoor. Ja. Hij heeft een soepmakertje bij zich. Schattig. Deze auto. Weet je wat ik daar nu inmiddels aan uitgegeven heb? Heel veel, hè? Verschrikkelijk. Was het waard? Nee. Ik heb er meer uitgegeven dan die waard. Jeetje, dat vind ik altijd zo zonde. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel zonde. Maar daar staat tegenover dat ik een beetje nostalgische gevoelens heb voor deze auto. Oh ja. En eigenlijk heb ik nu een classic car. Nou, opa gaat weg jongens en ik ga ook meteen even nog wat boodschappen doen. Nou, dag lieve schat. Ik weet niet eens meer wat ik nodig had, maar doei opa. Opa heeft niet hoor dat ik achter hem rijd. Zo schattig. Oh. Ik ben even bij de Xenos. Ik zeg dat op Insta, maar ik dacht ik heb mijn camera bij me. Ik film het even. Kijk hoe leuk. Bij de Xenos is een wandrek. Gewoon die basis erachter. Dan kan je dus allemaal mandjes kopen. Om er aan te hangen. Dan kun je gewoon helemaal zelf. Allemaal verschillende soorten mandjes. Dit zou me zo leuk lijken voor de webshop. Maar ik heb echt geen rechte muur hiervoor of iets. Maar dit is echt zo leuk. Ik denk eigenlijk dat ik het wel wil hebben. Voor de plek waar nu de schilderij hangt boven. En ook één zo'n klein rekje. Ook een beetje lastig, want ik vind het niet zo leuk als het... Je ziet het niet zo goed, maar als het allemaal dezelfde naast elkaar zijn... Dan is het niet zo speels of zo. Hey jongens. Oh, ik ga eerst even een Insta-story plaatsen. Wat ging ik doen? Nou ja, lekker boeiend. Pleasure. Hey jongens, ik heb echt superleuk nieuws. Want 23 februari op een zaterdag voor de meesten in de vakantie zal ik met Comoi in de salon en haar staan in Spijkenisse. Het grootste deel van de collectie zal daar gaan staan. Helemaal leuk gepresenteerd. Er zullen ook items zijn die nieuw zijn die dan nog niet op de site staan. Dus als je komt ben je de eerste die items kan zien, kan voelen, kan passen. Het wordt super gezellig. Je kunt daar natuurlijk ook gewoon je haar laten doen. En waarschijnlijk zorgen we voor allemaal leuke drankjes en leuke dingetjes. Het gaat echt helemaal geweldig worden. Daarover komt nog meer informatie, maar de datum staat vast. Het zal waarschijnlijk de hele dag zijn op zaterdag 23 februari dus in Spijkenisse. Het adres kun je vinden op de pagina van NHaar. Maar het is voor nu denk ik vooral belangrijk om te weten dat het in Spijkenisse is. En ik vind het super geweldig leuk, want het is de eerste keer dat we dus niet online zijn, maar echt ergens staan. En als het goed is, zal er ook een klein deel van de collectie van Comoi bij NHaar komen te staan. Dus niet alleen op die dag als ik erbij ben, maar ook als ik er niet ben in de zaak, zodat je die daar kunt shoppen. Dus dat is echt mega leuk nieuws en dat wilde ik eventjes met jullie delen. Ik hoop dat ik daar mensen ga zien. Lijkt me superleuk. Hey jongens, ik heb echt superleuk nieuws. Want 23 februari op een zaterdag voor de meesten in de vakantie zal ik met Comoi in... de salon en haar staan. Dus niet alleen op die dag als ik erbij ben, maar
ook als ik er niet ben, in de zaal. Oh ja, hallo. Nou, nu weten jullie het. Oh, ik ben echt super excited. Helemaal geweldig. Hallo mensen. Nou, ik heb echt dat leuke rek gekocht. Ik heb er ongeveer een uur over nagedacht en dacht dat ik doe het gewoon. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, ik word helemaal enthousiast. Waarschijnlijk gaat de vrouw dus van NH vanavond een bestelling plaatsen om alvast in haar winkel, in haar salon te plaatsen. Zo benieuwd. En dan ga ik ook gewoon leuke zakjes mee sturen. Stickertjes en dingetjes. En ja, amazing. Heel leuk. Ik ben echt helemaal super blij. Ik ben weer thuis. Ik heb net een post op Instagram geplaatst. Een foto waarin ik zeg dat ik daar ga staan. En ik hoop zo dat er leuke reacties komen. Ik had trouwens bij de Xenos deze crackers gekocht. Heel interessant. Deze thee. Vind ik altijd wel leuk. Die ken ik dan niet. En bij de Xenos heb je die wel. En dit. En wat ik het handig vind om dit in huis te hebben. Ik heb het echt al een jaar niet gedronken hoor. Maar het was een euro. En pindakaas met walnoot. Wat natuurlijk boven vet is. Maar ik wilde het wel eens proberen. En dan heb je hier een bol. Kom maar. Oké. Dan heb ik dit. Hele leuke zakjes. En met de post net binnengekomen voor Komma. Super leuk. Goede timing ook. Want van en haar gaat ze waarschijnlijk vanavond zijn bestelling plaatsen. Dus dan kan ik er zakjes bij doen. Bij de Xenos dus het mega bandrek. Die ik zo waarschijnlijk ga ophangen. En deze mandjes nog vond ik handig klein. Helaas hadden ze geen zwart. Dan bij de Xenos deze beker vond ik gewoon heel leuk. Voor het winkeltje om dingen in te zetten. En deze. En dit schaaltje. En dit had ik al heel lang nodig voor de keuken. En dan heb ik nog, ja, het is misschien raar om los snoep over een bestelling heen te gooien. Maar aangezien alles nu track and trace is, maakt het qua gewicht niet meer uit. Dus ik vind het gewoon grappig om snoepjes in de bestelling te gooien. Geen idee hoe ik dat ga doen. Ik kon geen leuke ingepakte snoepjes vinden. En voor de bol heb ik deze. Ik hoop dat hij hier wel mee speelt. En dan kan ik die even daar hangen. Dus dat ga ik nu even doen. Body baby, dit is voor jou. En je moet er wel mee spelen. Oké, anders koop ik nooit meer wat. Want anders heb je ook niet gespeeld. Het is voor de bolle baby. Voor de vogel. Oké? Voor jou. Ik haal het kaartje daarvan, dus is het niet leuk. Dus je moet het houden. Ik ga me niet terugbrengen, oké? Kijk. Bolly? Nee, niet achter de camera persoepen. Kom, potje. Nou. Waarschijnlijk gaat het een jaar duren voordat het hier op gaat. Bolly? Die is voor jou. Maat? Kijk, hoe geweldig. Het is best geweldig dit. Ik denk dat het wel moeilijk voor hem is om erop te komen. Hij zit liever lekker daar te chillen. Ja, je bent een dikke baby. Jongens, Sarah en ik, Sarah, wij kennen elkaar helemaal niet goed. Maar via Lot heb ik gevoel dat ik haar toch weer wat beter ken of zo. Maar zij is zo lief. Zij heeft gewoon dat voor de tweede keer iets op mijn site besteld. En kijk hoe lief zij is. Ze heeft sowieso hele lieve stories geplaatst, maar dan stuurt ze dit. Oh, dat geluid het weer niet. Wacht even hoor. Ik bedoel, ik vind het zo, weet je hoeveel gratis spullen zij krijgt? En dan voel ik me echt weer eerst dat ze gewoon alsnog lekker bij mij gewoon iets bestelt. En dan is ze helemaal blij dat ik er nog wat bij geef, terwijl ik echt denk van, oh, ik geef er echt weinig bij. Oh my god, thanks Charlotte. Ik heb net de bestelling binnengekregen. Ik vind het zo leuk. Zo zacht. Ik ga er echt precies voor. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En hij voelt zo lekker zacht. Ik ga hem zo gelijk aandoen. En ik vind het ook heel lief dat je allemaal extra dingetjes bij hebt gedaan. Dat was natuurlijk helemaal niet nodig. Het zag er ook weer heel leuk uit allemaal, hoe het verpakt was. Thank you. Echt superleuk. Ik heb net even een story gemaakt. Ah, zo lief. Ik vind het echt, ik voel me... Ja, ik voel me vet schuldig. Want ik bedoel, ik weet hoeveel dingen je gratis krijgt van andere bedrijven en zo. En dan vind ik het zo lief dat je iets gewoon zelf bestelt. En dat je dan helemaal blij bent als ik er een paar dingetjes bij doe. Ah, echt superleuk. Ik ben nu even aan het vloggen trouwens. Ik ging je memo even in mijn vlog laten horen. Want het was wel een nette memo. En ik vond het leuk om het even te laten horen. Bolly, je hebt nu genoeg water gedronken. Kom je in de bovenorders maken? Nee. Bolly, je hebt genoeg een chance op Instagram. Nu gaan we orders maken. Kom. Ik weet als ik straks naar boven loop dat je me mist. Kom. Bolly, kom. Kom. Nou, Bolly, ik weet toch wel dat je me straks mist. Dan moet ik je weer halen. Nee, niet leuk. Nu komen. Oké, ik ga even op mijn thee wachten en dan gaan we, ja? Oké. Okay.
film even weer met mijn oude camera. Waarschijnlijk zie je geen verschil, want die is ook gewoon goed. Maar zit ik in de auto, vergat ik mijn doos met het dekbed dat ik weer mijn ouders moest geven. Nu is mijn camera, gaat niet meer aan. Hij lijkt wel stuk. Dus ik zal naar boven gerend om deze te pakken. Want ik wil wel wat vloggen, maar ik weet niet hoe dit kan. Ik ga zomaar even kijken. Ik ben echt veel te laat. 10 minuten te laat bij de parkeergarage al. Leuk. Oké, okay, ik ga nu zo naar haar cadeau geven. Yes. Leuk. Jawel. Vind ik leuk. Dat is promotie voor mezelf. Oh ja, oké. Okay. Oh, wil je die vlog zien dat je deze gemaakt? Ja, leuk hè? Wat zou het zijn? Wat denk je? Oké. En alleen een kaart. Nee. Wauw. Dit is een vraag dat ik jaar als stel. Nou, hij zag niet scherp, bedankt. Ik heb hem ook in het zilver, maar ik dacht dat je goud wilde. Omdat je vorige keer ook goud had. Ik wil je liever zilver. Als mag je deze hebben. Nee, man. Ja, ja, we hebben dezelfde letter. Gaan we omdoen. Oké. Deze camera wordt nooit scherp. C. Mooie beelden dit. Leuk, deze had je al een keer gekocht bij mij. Wat leuk. Jongens, dit is toch echt bizar. Ik word elke keer weer gelukkig als ik hier eet. Oh, zo lekker. Echt naar boven hoeven lopen had ik niet voor mijn camera, want ik film toch bijna niks. Wow, ik ben moe. Ik ben echt ineens helemaal gaar. Ik ga nu dus nog naar mijn ouders. Komt er dat we nog even winkels gingen kijken? Winkels, zo saai. Ah, helemaal ingekakt. Ik moet vanavond ergens vroeg naar bed. Oh jongens, ik heb papa's oplader eens gebruikt. En hij doet het gelukkig, mijn camera uit. Ja, ik ga nu lekker zitten. Kijk, hier is Robin. Hallo. Oh, ik heb de rotte koekoes helemaal niet gevlogd. Ik heb het alleen op Instagram gezet. Ik ga eens vragen aan mijn kijkers, zonder het te laten zien. Wie weet wat rotte koekoes is. Papa heeft het net gemaakt, ik had het op Instastory gezet. Het was zo lekker. Ik weet niet wat hij gaat maken, dat is altijd een geheim. Die andere heb ik zelf bedacht. Maak je tomaten carpaccio? Ja. Lekker. Ja, gewoon erbij hoor. Moet ik helpen daarbij? Met snijden? Oh, kijk naar een gastgebraden kip, ja. Dat is fijn als je dan... Tomaten snijden? Ja, maar dan moeten ze eerst een hele heel dunne, mooie... Heb je een tomatenmesje? Nee hè? Nou, ik heb wel een scherp mesje. Ja, maar jij hebt niet met een karteltje erin. Jawel. Oh ja. Ik heb een mooi mesje. Ik snap het nooit als mensen snijden met een mes zonder kartel. Ik snap dat echt niet. Met wie beginnen? Ik snijd zoveel lekkerder. Wassen. Jongens, ik vind een knot op mijn hoofd zo leuk. Ik ben echt fan. Mama komt zo thuis gaan. Ja, 20 minuten of zo. Mama is in de sauna. Ik ga het even laten zien wat wij dus... Die rotte koekoes. Hè? Ja, ik wil even die rotte koekoes laten zien. Kijk. Oh, het beeld hapert. Dan zal ik hem even pakken gewoon, want dan vind je er even. Mag. Het vult wel lekker. Ik heb meteen het gevoel dat ik straks lekker naar de wc kan. Ja, gewoon brood. Ik had een enorme bom gekregen ook echt. Tjonge. Ik had gewoon een complete taart. Ik denk, 10 taarten. Niet tegen mama vertellen, want het is een verrassing. Niet tegen mama zeggen. Ja, de mama vanmorgen mag ze mee naar de werk nemen. Die hele stuk. Kijk. Nee, dat gaat ze niet helemaal meenemen. Oh, uit te delen. Zeker. Oh, ik wou dat jullie het konden ruiken. Dit? Kijk. Rotte koekoes gestoomde cake. Zo lekker. Vindt ze lekker? Mama, ga, mama wil het nou helemaal... Uit, maar ze gaat doen alsof ze het uitdeelt, maar ze gaat het helemaal in eentje opeten natuurlijk. Misschien. Mama eet gewoon het hele ding op. Vindt ze zalig. Mama is gek op droge dingen. Vooral als het zoet is. Oké, okay, dus ik ga dit snijden. Hey jongens, ik heb per ongeluk allemaal beelden verwijderd van hierna. En ik had best wel leuke beelden. Maar ik loop zo achter met mijn weekvlog dat ik dus dat verwijderd. Omdat ik dacht, ik heb dat sowieso al in mijn computer geladen. Maar dat was niet zo. Dus ik ga hier bij de weekvlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg sorry dat ik zo laat was. En ook jammer in verband met de pop-up over 2 dagen. Maar ik zou het heel leuk vinden om jullie daar te zien. Laat me even weten als je komt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende weekvlog. Doei!